De biotechnologische stemwetenschappen is een domein gebonden door stroomrichting. Ze behoort tot het studiedomein STEM, één van de 8 studiedomeinen in de modernisering. In deze studierichting is er hetzelfde basispakket algemene vorming: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, computerwetenschappen, lichamelijke opvoeding en kunstgeschiedenis komen op dezelfde manier aan bod zoals in de domeinoverschrijdende studierichtingen bij ons op school. Ook sociale en economische vorming worden geïntegreerd in andere vakken. Het gaat hier wel om een basispakket moderne talen, in tegenstelling tot de domeinoverschrijdende studierichtingen. De wetenschappen worden niet enkel theoretisch, maar ook praktisch en experimenteel benaderd. En projectwerk binnen het STEM-vak biotechnologische wetenschappen is gelinkt aan maatschappelijke thema's. Bovendien is er een minder uitgebreid pakket wiskunde van 4 uur per week. Waar kies je voor als je inschrijft voor de richting biotechnologische stemwetenschappen? Je hebt interesse en aanleg voor wetenschappen? Bent eerder praktisch ingesteld en werkt graag projectmatig? Je bent leergierig en koppelt de theorie graag aan de praktijk? En je kan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Klinkt dit als muziek in de oren, dan is deze studierichting vast iets voor jou. Leerlingen die in de tweede graad de kaart willen trekken voor wetenschappen kunnen kiezen tussen de richting moderne talen met wetenschappen, natuurwetenschappen met stem of biotechnologische stemwetenschappen. Deze derde richting is een domeingebonden studierichting. Het accent ligt dus zeer sterk op wetenschappen en minder op talen en wiskunde. U ziet aan de kleurtjes dat deze derde richting heel veel wetenschappen heeft. Uiteraard hebben de drie richtingen een stevige component wetenschappen. De natuurwetenschappen versterken we met biologie en uiteraard krijgen de leerlingen van deze studierichting extra stem met een projectmatige aanpak van fysica en programmeren. Het pakket wiskunde is hetzelfde in de moderne talen met wetenschappen en de natuurwetenschappen met stem. De biotechnologische stemwetenschappen heeft slechts 4 uur wiskunde. In de moderne talen met wetenschappen krijg je Duits in het vierde jaar, is er meer Frans en volgen de leerlingen het gloednieuwe vak communicatiewetenschappen. In die biotechnologische stemwetenschappen krijgen de leerlingen 3 uur in het derde en in het vierde jaar van biotechnologische stemwetenschappen. Vanuit moderne talen met wetenschappen kan je logischerwijze vlot naar moderne talen wetenschappen, wetenschappen wiskunde of biotechnologische en chemische stemwetenschappen in de derde graad. Minder logisch, maar wel mogelijk, zijn de richtingen economie-moderne talen, economie-wiskunde en humane wetenschappen. Vanuit natuurwetenschappen met stem is de overstap naar wetenschappen-wiskunde of biotechnologische en chemische stemwetenschappen zeer logisch. Minder logisch zijn economie-wiskunde, humane wetenschappen en moderne talen-wetenschappen, want dat vergt dan een inhaalbeweging voor bepaalde vakken. Vanuit biotechnologische stemwetenschappen dan weer is de overgang naar biotechnologische en chemische stemwetenschappen uiteraard de logische verderzetting.